kinderen. Ook het idee dat die Angela de Jong over de bijdrage van Gordon niet zo tevreden was? Nee, en die Gordon. Die, kan die Gordon slecht tegen kritiek, denk jij? Hij heeft voorzichtig gereageerd, hè? Ik heb nog nooit zo'n ordinaire, platte reactie gezien. Dan zouden wij hier ons voor schrappen. Ja. Ach. Ja, je vraagt je af, waar maak je je druk over? Ja, maar, ja, waar maak je je zorgen om, man? Ja, nee, als je die hele verklaring zit te bekijken, denk je... jongen, het gaat over die dikke reet. En dat ze, nou, eigenlijk snappen ze er helemaal niks van, want hij had het allemaal goed bedoeld. Maar René... Nee, ze moet ook teruggefloten worden, vindt hij. Ja. Door de AD. Ja, hoofdredactie moet nu ingrijpen. Ja. Terwijl je ook in één keer lacht. Zij is het boegbeeld voor het AD. Kijk, als je het AD grijpt, dan lees je eerst even dat kolompje van die mevrouw... of je het nou mee eens bent of niet. Want je lekker ergens ochtends vind ik ook wel lekker. Ja, ja, tuurlijk. Nou, viel hij nog mee gisteren. Ik heb het ook even zitten kijken. Ik vond hem best meevallen voor zijn doen, toch? Ja, tuurlijk. Ik hoorde alleen, René... misschien kan ik het beter aan jou vragen, Wim. Jij bent natuurlijk een beetje ervaringsdeskundige. Is een terugval van 30 dagen per jaar aan een verslaving... is dat veel of is dat erg? Ja, daar zou ik me wel zorgen maken. Ja? Ja, daar zou ik me wel zorgen maken, ja. Want hij rekende uit 365 dagen. En als je dan 30 dagen per jaar... Wie rekende dat uit? Gordon. Dus 30 dagen per jaar kun je van de wagen vallen. Zou ik toch weer een beetje hulp gaan zoeken. Toch wel? Ja. Dat is één keer in de twee weken ongeveer. Het is veel toch, maar... Ja. En waar valt hij dan het? Nou, hij zei 330 dagen per jaar, 335 dagen per jaar. Dan gaat het hartstikke goed. Ja. Ja. Nou ja, als hij het zo kan doen, moet hij het zo doen. Ja. Ik vind ja. hem overigens alleen maar heel erg leuk met Gerard Joling samen, hoor. Ja. Dan bescheur je je echt. Ook ordinair, maar dan mogen wij niks meer zeggen, lijkt me. Nee, lijkt me maar niet. Dan vind ik ze echt leuk. Ja.